sta je met Rinus Beuzenberg van Sociaal Rechts Haarlem maar meer. Rinus, 5 kernen in 1 avond. Wat is je opgevallen? Wat neem je mee naar de raad? Ja, wat me opgevallen is dat iedere keer in die kleine kernen mensen dingen willen. Hè, en die woongemeenschappen dingen willen. Maar dat dan stroperig verloopt. Wat mij helemaal opvalt in de positieve zin is dat ja, die woonkernen een hele goede en eerlijke cohesie hebben onderling ook. En wij gaan ons ook keihard maken voor die mensen, voor die kleine dingetjes die ze willen en wat maar niet wil lukken. Ik snap dat niet. Wees blij als college zijn, dan moet je blij zijn dat er mensen zijn die dat werk vrijwillig willen doen. Wees dan ook goed voor die mensen. Nou, wat mij opvalt is dat we 2 mooie parels hebben in dit werkbezoek. Zowel in Rijshout als in Buitenkaag. Het is eigenlijk een soort van parelketting, zou ik bijna willen zeggen. Dus, je ziet gewoon heel veel heel betrokken inwoners die heel goede verhalen hebben en ons daadwerkelijk helpen om onze controlerende taak beter uit te voeren. En wat mij zelf wel heel erg aansprak was ook de concreetheid waarmee ze al die plannen hebben aangegeven. En ook de meneer in Buitenkaag die sprak mij wel heel erg aan, omdat ik dacht van ja, het is heel praktisch en tegelijkertijd ook, je ziet ook wel waar het probleem zit, dat het niet helemaal door het ambtelijk apparaat heen komt, of dat het ergens tegenaan loopt, dat je denkt ja, het wijkt af van de norm, dus moeten we er wat mee.